De fans van FC Groningen zijn er klaar voor. De strijd komende zondag tegen landskampioen Ajax. Timo Letschert is na zijn rode kaart tegen Go Ahead Eagles geschorst. En dus is de kans groot dat Johan Kappelhof zondag centraal in de verdediging staat. Je kan het al zien met de 11 tegen 11. Dat ik centraal ga spelen en dat Stefano rechtsback gaat starten. Stefano is Stefano Maniasco, die dus waarschijnlijk terugkeert in het elftal als rechtsback. Kappelhof schuift dan door van de backpositie naar de positie centraal in de verdediging. Hoe groot is die overgang? Voor mij niet zo groot, want ik ben wel gewend op beide posities. Het is gewoon nu even deze week in de training voelen hoe dat gaat en een beetje aan wennen. Maar voor mij is de overgang niet zo heel groot. Kappelhof zal voor het eerst samen met Erik Botteguin het centrale verdedigingsduo van FC Groningen gaan vormen. De training wordt gebruikt om elkaar binnen het veld beter te leren kennen. Een beetje met hem overleggen van wat we doen bij bepaalde situaties, toch even wennen. Dat moet ervoor zorgen dat het gevaar Kolbein Sigthorsson zondag wordt geneutraliseerd. Daar gaat Kappelhof zich de komende dagen op focussen. We focussen eerst op ons eigen spel. Ik bedoel, dat moet eerst, kan nog beter aan de bal. En natuurlijk moeten we rekening houden met Sigthorsson, dat is een gevaarlijke spits. En dat moeten we deze week goed aan werken. Kijken wat zijn sterke punten zijn en daar alert op zijn. Als Sigthorsson zondag het Groningen doel niet weet te vinden, dan is de kans groter dat Groningen het doel haalt en voordat zondag de wedstrijd gaat beginnen, winnen van Ajax. Voor Kappelhof zou het dan de tweede keer zijn dat hij wint van de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. 2 jaar geleden won hij in Euroborg met 1-0 van zijn oude club. Het is natuurlijk apart, ik heb een verleden daar. Maar ik heb gewoon heel veel zin in om die wedstrijd te winnen. En met het publiek maken we zeker grote kans thuis. Ja. Afgelopen zondag maakten jullie er een spektakel van. Niet helemaal de bedoeling zoals het ging, denk ik. Wat heb je daarvan geleerd? Het ging niet zoals we wilden. En als dat niet lukt, dan heb je nog één ding over, dat is gewoon strijd. En ook al 2 rode kaarten hebben we toch zijn we hard gaan werken. En ik denk dat de supporters dat hebben gewaardeerd. Maar we kunnen niet tevreden zijn over de wedstrijd. Maar strijd is wel het belangrijkste, hè? Daar moet het altijd mee beginnen. Zeker tegen Ajax. Ja, tuurlijk. Dat mag nooit wegvallen. Dus als we evenveel strijd leveren als de tegenstander, dan moet onze kwaliteit naar boven komen. Is dat ook wel iets waar Ajax het misschien wel moeilijk mee zou kunnen krijgen met strijd? Ja, zeker. Ajax wil lekker voetballen. Het liefst zo min mogelijk weerstand. En als we overal goed kort zitten, dan hebben zij het zeer lastig.